Mensen, welkom dames en heren. We zijn hier vandaag met de laatste quiz. Besef, op het moment dat deze video uitkomt, heeft Koen al officieel een relatie. Nee. Ja, of niet. Mensen, doen een duimpje omhoog en dankjewel voor de 300.000 abonnees. Op DVNL bedoel je toch? Ja. Zijn jullie klaar voor de allereerste vraag? Ja. Dit is een makkelijke. Ik begin makkelijk. Ik wil heel verwachten. Wat? Ik ben niet klaar. Nu ben ik ook van die klote wat vragen weer. Wat is mijn tweede naam? Hey, maar ik moet dus af, ik had te goed. Dit is een makkie, hè? Hij weet het niet. Ik heb het oprecht nog nooit gehoord, had ik bij jou ook nog niet. Nee, maar hier worden de echte vrienden van de vieze valateringssukkels. Weet je mijn tweede naam wel? Sander. Nou, heel erg weg. Het is Sebastian. Nee. Sebastian. Puntje. Vraag 2. Zijn we klaar voor, dames en heren? Wat is de laatste aankoop van mij boven de 200 euro? Je vriendin. Dat die hotelovernachting van je toekomstige vriendin. Ik ken die hotels van binnen en van buiten, dat is geen geld. Hoewel, tenzij je heel laat bent en midden in de nacht aan de balie komt. Ja, ik dacht dat luchtje wat je laatst hebt gekocht. Ja, die was ook wel duur. Ik heb toch echt hotelkamer waar je gisteren 4 keer hebt lopen prikken. Ik heb nieuwe zonnebril, andere 2. Ja, die zonnebril was goedkoop, die was goedkoper dan 200. Dat was 180. Pauper. De hotelovernachting was net geen 200. Ja, Rob heeft goed. Ik zat ook in het luchtje, was 2,50. Potenluchtje. Hoeveel SOA's heb ik gehad in mijn leven? Eigenlijk wel, maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet, maar eigenlijk wel. Op zich was het getal genoeg geweest, maar ik zie dat hier toch andere dingen worden opgegeven. Oké. Rol mag eerst. Ik heb bijna een koortslip. Die heb ik ook. En bijna chlamydia, maar 0 in totaal. Ik heb 1. Telt nierstenen, vraag 2. Ik heb bijna 1, maar ik was gewoon chlamydia vergeten. Ik heb mentaal 134, werkelijk 0. Puntje, jij En die heeft ook een puntje. Want nu is je tellen toch gewoon. Oké, jij hebt een puntje. Nee, ja. Wie is mijn favoriete artiest op dit moment? Bankzitters. Eenzaam. Zijn eigen nummer, gasten. Het is de grootste narcist, ja, narcist van het universum. Dat klopt. Ja, dus dat in bankzitters moet wel goed zijn. Benji. En je gaat sowieso mini. Ik heb Eens. Oh, ik schrijf het zo. Ik heb H in het Engels. Goed. Ook goed. Wat komen alle adressen waar ik heb gewoond met elkaar overeen? Ik heb het laatst tegen iemand verteld, ik weet niet meer tegen wie. Ik denk dat het allemaal begint met de letter B. Maar ik heb gemiend, je hebt er gewoond. Ik heb altijd huisgenoten, tussen zaakjes pauper. Het begint met een B. Jij hebt het ook goed. Jij niet. Maar ik heb toch 2 dingen doen. Want je hebt ook. Je hebt het goed. Je hebt over, maar ik heb ook letter B. Ja, maar je kan het tyfus krijgen. Ik heb ook 1 punt. Oké, volgende vraag. Hoe vaak ben ik staande gehouden door de politie terwijl ik in mijn auto zat? En waarom? En waarom? En waarom? En waarom? En waarom? Oké, Rob? Ja, je weet toch, hij is sowieso een keer aangehouden met zijn telefoon achter het stuur. Ja, dat weet ik, was erbij namelijk. Oh, was je erbij? Ja, 32 euro. Ja. Die andere was blazen. Ja, ik denk ook blazen. Ik heb 2. Ieder ventje in een pooierbak, verdacht. Ieder ventje in een pooierbak, verdacht. Ik heb 1 keer op je telefoon. En anders zei ik, je werd gepijpt. Dat was gisteren. Het was blazen en blazen goed. Maar kijk, er ook nog een punt van. Eén punt dan. Ieder ventje in een pooierbak was niet goed. Dus 1 punt. Kijk ook een puntje voor. Gepijpt achter het stuur. Ook goed. Beschrijf mij in 3 woorden. En degene die het meest passend is, die krijgt het punt. Ik heb gewoon een dikke vette hut gedaan. Ja, ik dacht het zelf, maar ik heb hem dan. Ik dacht zelf, dikke vette hutser. Want je dacht, wat ben ik? Hutser. Ja, je hebt succesvolle honderen. Ik heb 3 woorden. Is natuurlijk veel te weinig voor jou. Puntje. Yes! Puntje van Rob. Jullie was wel goed hoor, maar Rob heeft jullie uit. Punt heeft hij. Ik heb eigenlijk alles goed. Oh, Rob niet. Min punt voor Rob. Oké. Hoeveel punten hebben jullie? Ik heb 6 nu. Ik heb 3. Wat een puntje. Jij 3 punten, Milo. Spannend. Nee, 4. En Roel, jij mag er 5 bij. Hoeveel is dat nu dan? 7. Oh, dan moet ik er wel 1 bij. Nee, Roel heeft 8. Ik 6. Nee, je mag er 4 bij. Oh, 4 bij. Oké, volgende. Willen kinderen? Zo ja. Hoeveel en welk geslacht? Oh, ik dacht welke kleur. Waarom weet ik dit ook? Ik heb gewoon 2 jongen en een meisje. 2 jongens, jongen. Jij wilt 2 jongens. Milo. Er schrijft er nog wat kinderen bij. Ja, 5. Allemaal meisjes. Dan lekker geneukt worden door Milo. Tegelijk. Milo, geen punt. Ik vind het een belachelijke opmerking. Hoezo? Matty en Roepen. Wat is mijn grootste droom? Je kan 3 punten krijgen van deze vraag. Wat? De beste bent. Oké, eerst Raoul. Een voorhuis hebben. Een mooie stabiele relatie met. Rob inhalen qua subs. Ik heb iemand te goed verkopen volgens mij. Toch Rob inhalen qua subs. Hoeveel krijg ik nou? 2. En ik? Oké. 1. Maar Rob is er nu 10,5. Hoeveel punten heb je erin? 10,5. Ik heb 10. Ik heb er 8,5. Ik heb ook 10,5 nu. Wanneer had ik voor het eerst een natte droom? Rob had vorige week een natte droom toen het dakraam lekte. Oké, hebben we allemaal onze antwoord opgeschreven? Niet, weet niet wat seks is. 10, net na je besnijdenis. Is een natte droom anders als je besneden bent? Ik heb toen je 12 was, ook het presentator van Willem Weken. Ik heb 4 jaar toen je
geboren. Het antwoord is niet. Want ik ben besneden. Wat vind ik het mooiste aan mezelf? Tampeloeren zeker. Die dikke tampeloeren zeker. Ik heb je reuwe handen. Game handen bedoel ik. Dank snor. Je Hollandse tullen. Hollandse tullen. Ik heb een combinatie. Reuwe handen buiten mijn hond. Ik heb je tante grote schansneus, rood haar. Buikstor, schansneus, reumahanden en eczeem. Yes. Reumahanden, schansneus. Oké, de laatste vraag. Deze vraag is 10 punten trouwens. Oké. Okay. Oh, wat spannend man. Voor wie zou ik een fanclub oprichten? Bas Dorst. Wil Crack. Wil Crack. Ik zit nu te denken aan wie heeft Koen echt een pleurishekel aan. Dit is weer een creativiteitsvraag. En ik wil gewoon één antwoord. Geen niet meer 100 antwoorden jij hebt altijd. Nee, dat hebben we al gehad. Ik vind het heel lastig. Ik ook. Ik twijfel tussen Paskie Rokers en Koen bijna. Ja, je beledigt zoveel mensen altijd. Maar bedenk, dit is een vraag van 10 punten. Ik denk dat degene die deze goed heeft. Is er een antwoord in jouw hoofd? Nee. Ik heb de beste spits van Nederland. De vrouw die kwam checken of hij een erkend leerbedrijf mocht worden. En kan je idee, vonden we vast binnen. De ex van een niet nader te noemen. Dit is een Noord-Denk. Ladies and gentlemen, we got a winner over here. Je staat tussen haakjes, dus je weet het niet. Nou, ik gooi de handen kunnen erin, want de camera valt uit. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik gooi... Doei. Dit was de quiz van de bankzitters. 5 weken van genoten. Dank voor het kijken, de groeten en abonneer op het bankzitterkanaal. Doei. Duim omhoog.